Een heel goeie avond. Vandaag, over 3 weken, zou de horeca de deuren weer openen. Ik zeg wel zou, want er is steeds meer twijfel over die datum van 1 mei. Intussen zijn restaurants en cafés al bijna een half jaar dicht. Ga maar zitten. Pedro Facon, de coronacommissaris, hier bij een interview voor Karrewiet, wil zijn uitspraak van vanmorgen in de Tijd niet meer voor de camera herhalen. Maar hij blijft ervan overtuigd dat we voorzichtig moeten zijn met de heropening van de horeca. De cafés en de restaurants zullen dus wellicht nog wat langer op slot moeten blijven. En dat valt niet in goede aarde bij de horeca. Eerder deze week gaven de experten nog aan dat het mathematisch mogelijk was. Dan weer de piste van de terrassen naar voren geschoven. En nu wordt dan blijkbaar de deur dicht gedaan, maar blijft nog altijd de politiek die moet beslissen. Nu, de cijfers zijn vandaag slecht, dat ziet iedereen. Maar dan zal het naar ons inziens een kort overlegcomité zijn woensdag. Deze taferelen, daar kunnen we voorlopig alleen nog maar van dromen. Toch zijn sommige cafés zich al aan het klaarmaken om coronaproof te starten op 1 mei. We hebben altijd gezegd als Federatie van Cafés van België dat wij bereid zijn om onze verantwoordelijkheid te pakken. Onze cafébazen ook, dat die ook hun verantwoordelijkheid willen nemen. Maar daar moet natuurlijk wel tegenover staan, want het is tegen onze wil, tegen onze zin, dat daar een degelijke vergoeding tegenover staat. Dat maakt dat iedereen deze crisis kan overleven. Na de brand in een appartementencomplex in Opwijk gisteren is een vrouw van 92 overleden. Door de brand zijn 36 appartementen onbewoonbaar. De ravage is groot, zoals u kan zien. Bij de brand zelf kwam niemand om het leven, maar een oude vrouw kreeg van de spanning wel een beroerte en overleed aan de gevolgen daarvan. Er is geen kwaad opzet in het spel, maar het parket moet wel nog uitklaren wat dan wel de brand heeft veroorzaakt. In Opwijk is intussen de solidariteit met de bewoners van de appartementen enorm. De solidariteit, dat is eigenlijk hartverwarmend om te zien van onze inwoners en ook van omwonende gemeenten. Er is spontaan eigenlijk een actie ontstaan op social media om spullen in te zamelen. Hoogst nodige spullen, nachtkledij, kledij, schoenen, toiletspullen, speelgoed voor kindjes. En de getroffen bewoners kunnen daar alles gaan ophalen wat zij nodig hebben. Met 41 saluutschoten op verschillende plekken in het hele Verenigd Koninkrijk is vanmiddag de overleden prins Philip geëerd. Philip was meer dan 70 jaar getrouwd met de Britse koningin Queen Elizabeth. Bij de koninklijke paleizen en aan openbare gebouwen hangen de vlaggen half stok. De dood van prins Philip is uiteraard ook voorpagina nieuws in de voltallige Britse pers. Met veel aandacht voor de rol die hij speelde binnen dat koningshuis. De hoogste officier van de Royal Navy loofde de toewijding van Philip, die als jongeman diende in de Britse marine. His generous spirit, his delight in all aspects of the naval service, and his deep understanding of our values, standards and ethos made him such a close friend to the service for over 8 decades. De Chinese webwinkel Alibaba moet een boete van maar liefst 2,3 miljard euro betalen voor inbreuken op de concurrentiewetgeving. Opvallend, de boete komt van China zelf. Alibaba is het grootste e-commerce bedrijf ter wereld. Maar volgens de Chinese overheid misbruikte het zijn monopoliepositie. Daardoor worden bedrijven die hun producten aanbieden op het Alibaba-platform benadeeld. De autoriteiten in Peking voeren nu al een tijdje een strijd tegen ondernemingen die in hun ogen te machtig worden. Op het Caribische eiland Saint Vincent zijn meer dan 16.000 mensen geëvacueerd na de uitbarsting van de vulkaan La Soufrière. Gisteren was er al een eerste ontploffing waarbij as en lava de lucht werd ingespuwd. Voorlopig zijn er geen slachtoffers. En in Egypte is een stad van ruim 3000 jaar oud ontdekt. Het is de grootste nederzetting die ooit werd opgegraven. De overblijfselen verkeren in goede staat met onbeschadigde muren en kamers vol met alledaagse voorwerpen. En in het journaal van 7 straks gaan we nog naar de marinebasis van Zeebrugge. Want daar gaan ze sleutelen aan de praktische opleiding van de jonge recruten.
Om dat allemaal wat vlotter te laten verlopen, zullen ze ook aan boord van buitenlandse legerschepen hun opleiding krijgen. En meer details krijgt u over een uurtje van Fatma Taspinar. Voor nu, bedankt voor het kijken.